Een normale dag breekt aan voor de 34-jarige moeder Mary Phillips. Ze gaat die ochtend nietsvermoedend naar haar werk, waar haar dochter haar in de loop van de middag zal vergezellen. Mary is altijd rond een uur of vijf in de middag klaar. Maar wanneer zij en haar dochter die avond niet thuiskomen, gaan alle alarmbellen af. Al snel wordt duidelijk dat dit het werk geweest moet zijn van een monster. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Het format waarbij ik mezelf opmaak en terwijl ik dat doe, vertel ik jullie over de waar gebeurde misdaad. En zo heb ik vandaag weer een spraakmakend moordverhaal. Specifiek voor dit verhaal wil ik jullie even waarschuwen, want er zijn een hoop foto's die ik eigenlijk bijna niet kan delen. Zonder die foto's is dit verhaal eigenlijk niet compleet. En dat klinkt ontzettend overdreven. Eigenlijk probeer ik dit soort zaken grotendeels te vermijden, omdat dit gewoon echt een hele bloederige, heftige crime scene heeft. Er zitten zoveel aangrijpende aspecten aan dit verhaal en ik wilde dit verhaal toch met jullie delen. Maar wees gewaarschuwd, er komen heftige foto's in voor. En dit verhaal bevat gewoon echt alle aspecten waar je haren recht overeind gaan staan. Dus bij deze alvast een trigger warning. En echt, ik hoop dat jullie hem niet hebben doorgespoeld. Want het is wel echt even belangrijk dat jullie dit horen. Onderwerpen zoals seksueel geweld, geweld, moord. Het komt in extreme mate voor. Klik de video weg als je daar niet tegen kan. Ben je onder de 12 jaar oud? Zorg ervoor dat je deze video gewoon maar even wegklikt. Hetzelfde verhaal heb ik verteld in mijn podcast genaamd Moordkast. Die is exclusief en alleen te beluisteren op Podimo. Ga daarvoor naar het linkje onder in de beschrijving. En vergeet natuurlijk niet op mijn kanaal te abonneren. Ik weet dat de helft van mijn kijkers, nog steeds jongens, niet geabonneerd is. Dus alsjeblieft, om mij te steunen, klik op het abonneerknopje, het belletje erbij. Dan ontvang je altijd een notificatie als ik een video online heb staan. En zorg ervoor dat je een like geeft. Zorg ervoor dat mijn video's in het algoritme komen. En dat zal mij als maker gewoon ontzettend steunen. Dus doe het. Het is een kleine moeite, toch? Even gewoon pling. Hoppakee. Elke week geef ik een shout-out aan iemand waarvan ik denk, die verdient het. Dus als jij trouwens kans wil maken erop, zorg ervoor dat je iets achterlaat onder hashtag Sonnedie. En wie weet benoem ik jou de volgende video wel. En vandaag is de shout-out voor Ize van Dijk. Wat een interessante zaak weer dit. Echt nachtmerrie materiaal. Ik luister ook altijd naar jullie podcast als ik in bed lig, want jouw stem is zo fijn om naar te luisteren. En ik vind het super interessant om de details te horen en de aanvulling van Henrik is ook super fijn. Hartstikke bedankt. Nogmaals, trigger warning. Het gaat hier echt over hele heftige dingen vandaag. Het is trouwens niet mijn bedoeling om oneerbiedig of respectloos over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef is info die ik heb gevonden op het internet. En ik heb het slechts gebundeld tot één verhaal voor jullie. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal. We gaan vandaag terug naar het jaar 1995 en de 34-jarige moeder genaamd Mary Phillips woont met haar drie kinderen in Bradford. Dat ligt in de staat Arkansas in de Verenigde Staten. Mary werd op haar 17e al moeder van haar eerste dochter, dus ze was er ontzettend vroeg bij. Nou, eventjes van oud naar jong. In 1995 had ze een 17-jarige dochter genaamd Darla, de 15-jarige zoon Jesse en haar jongste dochtertje van 11 en zij heet Lacey. Dus twee dochters en één zoon. Mary was echt een ontzettend lieve vrouw. Ze had een heel zachtaardig karakter. En haar familie, kinderen zijn echt gek op haar. Ze is getrouwd met James Phillips en werkt als boekhouder bij een accountantskantoor. Om precies te zijn bij het bedrijf Automated Tax and Accounting Service. Een hele mond vol. Nou, dat kantoor daarvan, dat lag in een plaatsje genaamd, het klinkt een beetje gek als ik het zeg, maar Bald Knob. Ik ga het gewoon niet al te vaak zeggen deze video, maar Bald Knob, dat lag ongeveer 15 minuutjes rijden vanaf haar woonplaats. Dus ze moest elke dag een kwartiertje heen en een kwartiertje terug. Het is dan dinsdag 6 juni 1995. En deze dag begint zoals alle andere dagen. Mary staat op.
Kinderen moeten naar school. Zij zelf zal natuurlijk aan het werk gaan als boekhouder bij haar accountantskantoor. Die middag had haar jongste dochter van 11, Lacey, een afspraak bij de tandarts. Nou, dat was altijd helemaal fantastisch, hè? Vroeger toen ik op de basisschool zat. En ik had een afspraak bij de tandarts, mocht ik of veel later op school beginnen, of ik mocht ineens tussendoor weg. Dat vond ik altijd heerlijk. Wat was dat fantastisch. Ook al was het de tandarts, hè? Op dit moment ben ik alleen maar constant aan het cancelen, denk ik. Ah, nee, kan niet. Maar vroeger vond ik het echt een feest om naar de tandarts te gaan. Dat betekende gewoon een extra vrij uurtje. Voor Lacey was het die dag ook tijd om te gaan. Ze heeft een afspraak staan, 3 uur in de middag. Lacey wordt daarna opgehaald door haar oudere zus Darla. En Darla brengt Lacey bij haar moeder, dat accountantskantoor. Mary moest denk ik nog een uurtje of anderhalf uur werken, totdat ze helemaal klaar was. Haar dochter mocht daar gewoon zijn totdat ze klaar was. Dus daar waren ze heel flexibel in. Dus dat is prettig, hè? Als ze klaar was, zouden ze samen naar huis toe rijden. Moeder en dochter. Die dag werden moeder Mary en dochter Lacey rond een uur of 4:45 thuis verwacht. Dan was ze klaar en ja, weet je, dan werd er gekookt, et cetera, werd voor de kinderen gezorgd. Maar de twee komen niet opdagen. De hele avond niet. Die familie maakt zich natuurlijk grote zorgen en besluiten de politie te benaderen. De twee worden als vermist opgegeven. De politie besluit te beginnen bij haar werk. Dus die nemen meteen een kijkje bij het kantoor waar Mary werkt. Daar is ze tenslotte voor het laatst geweest. Of in ieder geval voor het laatst gezien. Dus het is logisch dat dat de allereerste plek is die ze natrekken. Als ze aankomen rijden bij dat kantoor, zien ze de pick-up truck staan van Mary. En die staat buiten het gebouw geparkeerd. Dus je zou zeggen dat ze daar misschien nog aanwezig is. De agenten die daar ter plaatse komen, ze krijgen meteen het gevoel dat er iets mis is. Want ze hebben dus dat kantoor niet verlaten. Hè? Wat gaan ze straks aantreffen? De agenten nemen een kijkje, lopen rond het gebouw en nemen dan de ingang. Ze checken de lobby, ze lopen de ruimtes binnen van het kantoor en vinden daar het lichaam van Mary Phillips. Mary lag op de grond tussen de dozen met documenten en multomappen. De handen waren achterop haar rug gebonden en ze had een witte elektriciteitskabel om haar nek zitten. Ze werd deels ontkleed gevonden en haar lichaam zat onder de blauwe plekken. Hier is iemand echt als één gek tekeer gegaan, dat staat buiten kijf. Ze maken zich natuurlijk direct ontzettend veel zorgen om haar dochter Lacey van 11. Want waar is zij gebleven? Ze doorzoeken het pand. En dat pand had dus ook een kleine badkamer. Soms heb je dat, hè? Een kantoor met een badkamertje. Er stond een bad in, een wastafel, een wc. Ze naderen die badkamer. En onder de deur door loopt dus al gewoon echt een enorme plas met bloed. Dus je kunt je voorstellen dat die agenten zich echt klaarmaakten en zich instelden op het allerergste. Nou, ze openen die deur en daar vinden ze inderdaad Lacey, het 11-jarige dochtertje van Mary. Ze zit vastgebonden aan een stoel. Haar handen zijn aan elkaar gebonden achter de stoel langs. En haar voeten zitten ook met draad aan elkaar vastgeknoopt. Ze zit heel erg voorover gedoken en Lacey zit onder het bloed. Het is echt een horror crime scene. Ze zagen vooral dat Lacey erg verwondingen had aan het hoofd. Ja, en ze zit daar levensloos. Dus ze gaan ervan uit dat Lacey niet meer leeft. En ze beginnen foto's te maken van de plaats delict. Dat is uiteraard de normale procedure. Nou, die man die foto's aan het maken is, die klikt een paar keertje, legt verschillende dingen vast. En dan begint hij foto's te maken van Lacey. En dan gebeurt het ondenkbare. Lacey komt ineens bij en tilt haar hoofd op. Ze kijkt recht de camera in. En jongens, ik heb het van tevoren al gezegd in de disclaimer in deze video. Maar deze video bevat gewoon echt hele schokkende beelden. Onder andere deze foto van Lacey die de regisseur heeft gemaakt. Die zal ik nu aan jullie laten zien. Maar wees gewaarschuwd. Ze hadden nooit gedacht dat Lacey zou leven. Dus je kunt je voorstellen dat die regisseur zich helemaal een ongeluk schikt. Die plaats delict is al op zich iets waar je de kriebels van krijgt. Hè? Maar dat je dan aan het fotograferen bent en dat iemand ineens beweegt. En je denkt eigenlijk constant,
dat het meisje overleden is. Nou, kan me gewoon niet voorstellen wat er dan door je heen moet gaan. Lacey zat daar dus buiten bewustzijn en ze had heel vaag in de verte het geklik gehoord van de camera, de fotocamera. De regisseur was natuurlijk foto's van haar aan het maken. En zij is zich op een gegeven moment gaan realiseren: hey, ik hoor iemand, ik hoor een camera. En op dat moment kon ze zich eigenlijk nog helemaal niet bewegen. Ze had helemaal geen controle over haar lichaam. En ineens was het haar gelukt om dus overeind te komen. Super bizar. Het eerste wat ze aan de agent vraagt is of hij haar alsjeblieft kan losmaken. En Lacey heeft dus al die tijd geen idee gehad of tijdsbesef gehad van hoe lang ze daar vastgebonden heeft gezeten. Maar later zal blijken dat ze daar dus maar liefst 12 uur lang op die stoel in die toestand heeft gezeten. Ze vraagt dan ook meteen naar haar moeder, hè, van joh, hoe gaat het met moeder? Waar is ze? Die agent besluit haar niet de waarheid te vertellen. De moeder van Lacey, Mary, leeft niet meer. Maar Lacey was er zo slecht aan toe dat het gewoon echt even belangrijk was dat ze aan zichzelf dacht. En dat ze op dit moment nog niet belast werd met de dood van haar moeder. Ik weet ook niet wat goed is, hè, op zo'n moment. Maar Lacey is best wel een tijdje voorgelogen geweest. Of in ieder geval, als ze naar haar moeder vroeg, werd dat een beetje afgewimpeld of genegeerd. Nou, de agenten begeleiden Lacey naar buiten. En dan moet ze natuurlijk ook door de ruimte waar haar moeder dus dood op de grond ligt. Ze zijn de boel natuurlijk aan het onderzoeken. En dan heeft Lacey ook wel door dat ze op een gegeven moment over haar moeder heen stapt, over de voet van haar moeder. Maar het dringt echt totaal niet tot haar door dat zij mogelijk overleden is. Daar denkt zij niet eens aan. Ze heeft natuurlijk ook zoveel meegemaakt. Ik denk dat dat ook een waas is. Hè? Dat wil je op dat moment niet eens je realiseren. Lacey werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en de toestand van het meisje is echt behoorlijk ernstig. Ze heeft echt enorme breuken in haar schedel. Dus er is met een enorm geweld en een stom voorwerp ingeslagen op haar hoofd. Wonder boven wonder overleeft Lacey de aanval. Ze kan het nog navertellen. En gelukkig weet ze zich nog elk detail te herinneren. Dus dat wat er gebeurd is, dat weet ze eigenlijk direct met de politie te delen. Het is echt een wonder geweest. Lacey vertelt dat ze op kantoor was met haar moeder. Op een gegeven moment was er een man binnengekomen. Lacey en haar moeder zaten op dat moment achter de balie. Die man kwam steeds dichterbij en hij kwam best wel dreigend op ze afgelopen. Dus Lacey en haar moeder gingen een stukje achteruit van joh, wat is dit? Wat is deze man van plan? En de man kiest direct de aanval. Hij haalt een wapen tevoorschijn en begint de moeder en dochter te bedreigen. Lacey en haar moeder worden gedwongen om op de grond te gaan liggen. En terwijl hij ze onder schot houdt en ze bedreigt, is hij op zoek naar geld. Hij is de boel aan het beroven. Het is mij niet duidelijk of er geld lag in het kantoor. Dat kon ik nergens vinden. In ieder geval, als hij daarmee klaar is, richt hij zich eerst tot Lacey, het 11-jarige meisje. Hij sleept haar mee naar de badkamer van het gebouw en bindt haar vast aan de metalen stoel. Lacey smeekt de man of hij alsjeblieft haar moeder geen pijn wil doen. Waarop die man antwoordt: ik zal je moeder geen pijn doen, maar jou wel. Wat is dit voor zieke geest, hè? Echt, dit is gewoon, zoals ik al zei in het intro, een monster. De man pakt zijn wapen en begint het meisje met de achterkant van het wapen vol op het hoofd te slaan. En nu weten we ook precies waar de verwondingen door zijn ontstaan. Die man heeft minstens 8 keer met dat wapen geslagen op het hoofd van Lacey. Ze is op een gegeven moment haar bewustzijn verloren. Toen zat ze ineens in haar eentje in die badkamer. Ze had eigenlijk geen idee meer wat er gebeurd was. Dus ze begint naar haar moeder Mary te roepen. Niet wetende dat haar aanvaller nog in het gebouw was. Dus ja, niet haar moeder komt die ruimte binnen, maar de dader komt terug voor Lacey. Ik vind het nog heel dapper, hè, dat ze begint te schreeuwen naar haar moeder. Nou, die man komt dus weer binnen en die merkt dat Lacey nog leeft.
en begint het meisje te wurgen. Weer verliest Lacey haar bewustzijn. En wanneer ze weer bijkomt, staat die politieman dus voor haar die foto's te schieten. Dus dat is pas het moment waar ze weer wakker wordt. Ze is 12 uur lang van de wereld geweest. Ze weet ook echt een volledige beschrijving te maken van hoe de man eruit moet hebben gezien. Hij had zwart haar, een beetje een klein matje in zijn nek. Hij zat vol met tatoeages. En één tatoeage in het bijzonder was haar opgevallen. Hij had namelijk een traan getatoeëerd in zijn gezicht, onder zijn oog. Er is één agent daar op het bureau waarbij een belletje gaat rinkelen. Hij denkt dat hij weet wie de dader is. Het zou een bekende zijn van de politie, namelijk ene Jack Jones. Jack Jones was op dat punt 30 jaar oud en had in zijn verleden meerdere overvallen en drugsdelicten gepleegd. Deze man voldeed precies aan die beschrijving van Lacey. Hij had dat matje in zijn nek, had zwart haar. Hij had die tatoeages, ook dat traantje in zijn gezicht. Dus ja, kon het missen. Hij kwam ook nog uit die buurt. De politie brengt Jack onmiddellijk naar het bureau om hem te verhoren. En dan gebeurt er best wel iets bijzonders. Ik denk dat dit vrij weinig voor is gekomen in de verhalen die ik het afgelopen jaar heb verteld. Maar Jack biecht meteen de waarheid op. Hij zegt, klopt, ik heb het gedaan. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En op een heel zakelijke manier komt hij met zijn verklaring. Hij stribbelt geen moment tegen. Hij begint het achterste van zijn tong te laten zien. Ik vind het toch wel apart, hè? We komen toch altijd daders tegen. Die beginnen te liegen, te draaien. Twee weken geleden nog met onze Didi Moore, die de hele boel bij elkaar liegt tot op de dag van vandaag, vindt ze dat ze het nog steeds niet heeft gedaan. Deze man twijfelt geen moment. Zijn verklaring luidt als volgt. Hij was eerder die dag al bij Mary gekomen voor wat documenten. Toen hij erachter kwam dat dit niet de juiste documenten waren, was hij kwaad teruggegaan en er is gewoon iets bij hem geknapt. Hij had besloten de vrouw aan te vallen, maar had geen idee dat haar kind daar ook was. Hij besloot het kantoor te beroven. Dus die man nam een wapen mee, latex handschoenen. En hij maakte gewoon een heel plan in zijn hoofd, hè, wat hij met de vrouw zou doen. En als hij dan dat kantoor binnenstapt, ziet hij dat Mary haar dochter mee heeft. En ja, die zat er eerder die dag nog niet. Maar ja, we weten wat hij Lacey heeft aangedaan. En dat deed hij zonder moeite, dus een kind meer of minder, dat maakte hem dus helemaal niks uit. Zo harteloos was deze man. Hij bedreigde toen Mary en Lacey en nam Lacey mee naar de badkamer. Daar had hij Lacey dus vastgebonden en al aangevallen. En daarna richtte hij zich op Mary. En dit wat ik jullie nu ga vertellen, jongens, nogmaals, trigger warning, het gaat hier om seksueel geweld. Hij heeft Mary toen verkracht en gewurgd met de elektriciteitskabel van het koffiezetapparaat wat daar in de buurt stond. En daarna is hij weer teruggekomen voor Lacey om haar te wurgen. Het is wel echt zijn plan geweest om moeder en dochter dood achter te laten. Nou, dan zou je denken, wat is zijn motief? Was hij nou echt zo boos om die documenten? Nee, daar ging het hem helemaal niet om. Hij was ontzettend kwaad op de politie. Deze man was namelijk getrouwd. Je zou het je zo gek niet kunnen bedenken, maar Jack Jones was getrouwd. Inderdaad. Vreemd, hè? Jack's vrouw was lastiggevallen door een man. En Jack wilde dolgraag dat de politie daar iets tegen zou doen. Maar zijn vrouw had er ontzettend veel moeite mee. Die wilde liefst de boel een beetje met rust laten. Die had geen zin om echt aangifte te doen. Dus in die end, ja, heeft de politie dan ook niet heel veel mogelijkheden. Hè? Er moet wel een aangifte liggen. Ik denk dat hij dit gewoon als smoes gebruikte om zijn daden te kunnen rechtvaardigen. Want die verklaring slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè. Ik was boos op de politie, dus ik ga moeder en dochter maar gewoon op de meest brute wijze vermoorden. Heel erg logisch, Jack. Ik ga jullie het een en ander vertellen over het verleden van deze Jack Jones. Want er valt nog wel redelijk wat over te vertellen. Op 10 augustus 1964 wordt Jack Harold Jones geboren in een gezin met 5 kinderen. Groot gezinnetje dus. Hij heeft 2 oudere zussen, 1 oudere broer en 1 jonger zusje. Nou, hij was dus de 1 na jongste. En zijn grotere broer en zijn 2 oudere zussen, hij verschilde toch best wel veel qua leeftijd van hen.
Zijn jongere zusje daarentegen, ja, die hadden bijna geen leeftijdsverschil. Die kwamen heel erg kort op elkaar. Dus zij bouwen echt best wel een speciale band met elkaar op. Als kind was Jack altijd een vrolijk jochie. Hij lachte altijd heel erg veel, had heel erg veel plezier. En het leek erop alsof hij genoot van zijn zorgeloze, gelukkige kindertijd. Daar leek het tenminste op. Het is niet per se een opvallende jongen. In zijn tienerjaren kan zijn gedrag ineens helemaal omslaan. Op ene moment is hij ontzettend vrolijk, hartstikke aardig voor je. Het andere moment is het huis te klein en wordt hij ontzettend kwaad op alles en iedereen. Kan hij ook verschrikkelijk gewelddadig zijn? Nou, dan vliegt hij echt de pan uit. Dat is niet normaal. Het kon echt zwart voor zijn ogen worden. Hij uitte zich gewelddadig naar zijn ouders, zijn broers, zijn zussen. Echt naar iedereen die hem op dat moment in de weg stond. Het maakte niet uit. Hoe goed zijn band ook met diegene was, hij kon niet meer rationeel denken. Dit gedrag ging van kwaad tot erger wanneer Jack drugs begint te gebruiken. Hij komt op een gegeven moment in aanraking met de politie. Dat gebeurt regelmatig. Hij begon zelfs dieren te mishandelen. Dat is vaak een teken, een beginsel van iets. Dat zie je toch vaak. In het verleden van een moordenaar. Dit begint met dierenmishandeling. Het liep in ieder geval flink uit de klauwen met Jack. Het is in ieder geval wel duidelijk dat hij ontzettend veel woede bij zich draagt. En waar dat vandaan is gekomen, ja, geen idee. Zijn zusje heeft dus altijd een hele goede band met hem gehad. Die heeft er wel naar gevraagd. En Jack heeft er nooit echt een antwoord op willen geven. Het enige wat hij zegt, is dat er in zijn kindertijd iets is gebeurd. Een traumatische ervaring waardoor hij zo geworden is. Maar hij wil verder niet in detail treden. En er lijkt daadwerkelijk ook wel een omslagpunt te zijn geweest in zijn leven. Want vroeger was hij dat vrolijke, lieve kind. Zijn zorgeloze leventje. En ergens is dat gewoon compleet de mist ingegaan. Dat gedrag is zich gaan ontwikkelen. Hè? Dat zie je wel. Want uiteindelijk is hij dus overgegaan tot de moord op Mary. En de poging tot moord op haar dochtertje Lacey, op een 11-jarige notabene, wat hij haar heeft aangedaan. Het is verschrikkelijk. Ook als je zijn foto's ziet van zijn kindertijd, denk je echt, hoe heeft het zo ver kunnen komen? De rechtszaak tegen Jack begint en hij komt voor een jury te staan. Hij beweert ontoerekeningsvatbaar te zijn geweest. Dus hij zei, ik ben knettergek geworden, kan het allemaal niet meer herinneren en ik heb dit gedaan in een moment van verstandsverbijstering. Kan niet anders. Maar goed, de jury koopt er niks voor. Die trapt er gelukkig niet in. En Jack Jones wordt schuldig bevonden aan alle aanklachten. De poging tot moord op Lacey. De moord op haar moeder Mary. En de verkrachting. Jack Jones krijgt de doodstraf opgelegd. Het is gewoon een vreselijke vent. Een monster. Ik blijf het herhalen. Deze man is niet van deze wereld, hoor. Zijn familie, vrienden, ouders nemen compleet afstand van hem. Ze willen niks meer met hem te maken hebben. En Jack Jones eindigt in de gevangenis en niemand die nog naar hem omkijkt. Toch besluit het jongere zusje van Jack weer contact met hem op te nemen, omdat ze er geen prettig gevoel bij heeft dat hij helemaal alleen is en er alleen voor staat. Zij heeft nog altijd haar grotere broer in haar hoofd als kind. Hoeveel plezier ze met elkaar hadden. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat iets is wat aan je knaagt. Dus de zus van Jack Jones is de enige met wie hij nog contact heeft tijdens zijn gevangenschap. Op een gegeven moment krijgt die zus een telefoontje in 2003. Moet je nagaan, Jack Jones zit dan al 8 jaar vast in de cel. In 2003 wordt er dan gewoon een bierput opengetrokken. Dit is de tijd waarin de DNA-technieken steeds meer geavanceerd werden. In de jaren 90, 80 stonden de technieken nog in de kinderschoenen. Dat werd helemaal niet toegepast. In 2003 werden wat cold cases geopend, waarbij de politie dus ouder materiaal is gaan vergelijken met het materiaal wat in hun database stond. Jack Jones, die staat natuurlijk in dat systeem. En bij het onderzoeken van een cold case wordt er ineens een match gevonden met niemand minder dan Jack Jones. Hij blijkt nog een andere moord te hebben gepleegd. Het gaat over de moord op een 32-jarige vrouw genaamd Lorraine Barrett. Ze was een toeriste, ze was op vakantie in Florida, wanneer ze dood
vermoord wordt teruggevonden in haar motelkamer. Lorraine werd verkracht en vermoord. Er zijn getuigen geweest die Lorraine die avond nog hebben gezien, de avond voor haar dood, in een bar samen met een jonge man. Het was een ruige vent met tatoeages, donker haar. En later wordt dus ook gezien hoe hij meegaat naar haar motelkamer. Dus ja, dit moet toch wel iemand zijn die meer weet, of nou, op zijn minst dan, of de dader is. Zo kwam er op een gegeven moment een compositietekening uit, gemaakt door deze getuigen van die avond ervoor. En deze werd breed verspreid in de media, dus deze werd in kranten gezet. En op een gegeven moment stuit het zusje van Jack Jones op zo'n krantenartikel met die compositietekening. En zij zakt gewoon door de grond heen, want zij herkent haar broer als zijnde de dader in die compositietekening. Het is gewoon één op één, ja, haar eigen vlees en bloed. Ook haar ouders, hè, die zien het krantenartikel, waarop de vader van Jack Jones zegt: je gaat je mond dicht houden. We gaan hier niks over zeggen. Dit kan Jack onmogelijk zijn, dus jij gaat zwijgen. Dat zusje had ook zoiets van: joh, Jack kan onmogelijk zo gewelddadig richting vrouwen zijn. Ze kon en wilde niet geloven dat haar grote broer tot zoiets in staat was. Dus ze heeft het weggestopt. Tot op de dag van vandaag heeft ze daar ontzettend veel spijt van, want zij realiseert zich ook: als ze wel naar de politie was gegaan aan de hand van die compositietekening, dat de moord op Mary en de aanval op haar dochter Lacey dan nooit waren gebeurd. Zij kampt echt met een enorm schuldgevoel. Nu, dan inmiddels 12 jaar later, in 2003, is deze moord op Lorraine Barrett opgelost. Het blijkt al die tijd inderdaad Jack te zijn geweest. Nou, dat zusje dat heeft zich echt ongelooflijk schuldig gevoeld. En die heeft wellicht het idee dat Jack nog meer op zijn kerfstok heeft. Misschien zijn dit niet de enige moorden, heeft hij nog meer gedaan. Dus zij besluit op hem in te praten. Ze vertelt hem van: joh, je zult op een gegeven moment natuurlijk een letale injectie krijgen. Hè? Dan zal hij komen te overlijden. Zorg ervoor dat je schoon schip maakt. Als er nog nabestaanden zijn van slachtoffers die je hebt gemaakt, kom daar alsjeblieft voor uit. En dat heeft ze hem echt gesmeekt. Zij wil gewoon dat hij een keertje het juiste doet op het laatste moment van zijn leven. En dan komt Jack met de verlossende woorden. Hij vertelt zijn zus dat er inderdaad nog meer is. En dan kunnen we wel stellen dat we hier te maken hebben met een seriemoordenaar. Jack wil nog niet in detail treden over wie hij het heeft. Hij besluit haar een brief te schrijven en die mag ze pas openen een jaar na zijn executie. Dat kan nog jaren duren, hè? Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand 20 jaar op het dode bankje zit, in een dode cel zit, en dat iemand daarna pas echt, ja, tot zijn overlijden komt. Ergens in 2006, 2007 verstuurt hij de brief. Maar goed, die moet ze dus dichtlaten tot een jaar nadat hij geëxecuteerd is. Kan jullie verklappen, dat heeft nog 10 jaar geduurd. Ze heeft 10 à 11 jaar dus die brief dicht gehad. Nou, uiteindelijk heeft ze natuurlijk gelezen wat hij te zeggen had. En hij biecht een moord op die werd gepleegd in 1983, dus echt tientallen jaren daarvoor. Dit komt nu pas aan het licht. Het was de moord op een 20-jarige studente genaamd Regina Harrison. Zij was op 2 mei 1983 een fietstochtje gaan maken midden in de nacht in een wijk genaamd North Beach. Dat deed ze vaker, waarschijnlijk om haar hoofd leeg te maken. En uiteindelijk zijn hun paden gaan kruisen. Zij kwam Jack Jones tegen. Vervolgens is Regina nooit meer thuisgekomen en werd haar lichaam gevonden in de bossen van een park genaamd West Lake Park. Ook zij, precies hetzelfde verhaal. Ze werd gewurgd en verkracht. Het is altijd dezelfde modus operandi, hè? Dat al zijn slachtoffers heeft hij hetzelfde aangedaan. Er zijn wel getuigen geweest die avond die de twee had zien fietsen. Het was een slanke jonge man met lang, of in ieder geval halflang, donker haar. En hij reed op een zwarte fiets. Er kwam zelfs een potentiële verdachte naar voren en die werd echt een hele lange tijd als de dader gezien. En dat was helemaal niet die man. Het was wederom Jack Jones.
Nou, wanneer het zusje van Jack Jones de brief opent, het is dan inmiddels 2018, moet je nagaan, dan neemt ze contact op met de politie, overhandigt ze de brief als bewijs. En ja hoor, er is een DNA-match. Na onderzoek blijkt het inderdaad wederom een moord te zijn gepleegd door Jack Jones. Jack Jones heeft 3 moorden gepleegd. Misschien nog wel meer, hè, die hij niet wilde opbiechten. Het is altijd nog een vraagstuk die na dit onderzoek een beetje in mijn hoofd doorcijpelt. Hij heeft 3 families ontwricht en een 11-jarig meisje echt het leven tot een hel gemaakt. Haar moeder afgenomen, haar een eeuwig trauma bezorgd. Het is echt verschrikkelijk. Even over zijn executie. Jack werd geëxecuteerd op 24 april 2017. Lacey was inmiddels een volwassen vrouw en zij wilde hier gewoon bij zijn. Zij wilde zien hoe er een einde werd gemaakt aan de moordenaar van haar moeder en haar aanvaller. Voordat hij zijn dodelijke injectie krijgt, mag hij nog een laatste woord doen. Nou, dat wil Jack. En dan biedt hij zijn excuses aan. Hij geeft aan dat hij ontzettend veel spijt heeft van zijn daden. En hij richt zich ook nog tot Lacey. Hij heeft het gore lef om haar als een van zijn dochters te noemen. Hij zegt letterlijk, Lacey, ik zie jou als een van mijn dochters en het spijt me verschrikkelijk wat ik je heb aangedaan. Lacey, die zat te klapperen met de oren natuurlijk. En zij zag dit echt als een klap na. Van, hoe durf je? Jij noemt me jouw dochter, terwijl mijn moeder heb je afgenomen. Degene waar ik een dochter voor was, heb jij van mij afgenomen. Hoe durf je dit te zeggen? Het is echt, deze man is compleet doorgeslagen. Die opmerking kwetst haar ook diep. En ondanks alles wat zij heeft meegemaakt, is echt zo'n dappere vrouw geworden. Je ziet wel dat ze nog heel veel verdriet heeft. Hè. Dit zal haar nooit, ook nooit verlaten. Deze herinneringen, het trauma, het verlies van haar moeder, dat achtervolgt haar elke dag. Ze is inmiddels zelf moeder, ze is gelukkig getrouwd. Het is gewoon echt haar grote wens om ja, die moeder voor haar dochter te zijn. Die haar eigen moeder voor haar was. Want ze hield ontzettend veel van haar moeder Mary. De 11 jaar die ze met haar heeft meegemaakt waren fantastische jaren. En die zal ze in ieder geval voor eeuwig in haar hart meedragen. Als je Lacey vandaag de dag ziet, heeft ze ook nog steeds een enorm litteken op haar hoofd. Het is echt zo kantje boord voor haar geweest. Het is echt een wonder dat ze het heeft overleefd. En gewoon een ontzettend verdrietig verhaal, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan denken. Het was een heftig verhaal, dit keer een keertje ongecensureerd. Ik hoop dat ik jullie voldoende trigger warnings heb gegeven. Dat is iets waar ik nog een beetje zorgen over maak. Maar het is beestachtig, hè, dat dit soort mensen kunnen bestaan. 11-jarig meisje toetakelen. Haar moeder in de kamer ernaast. Nou, ik heb er geen woorden voor. Ik ben best wel een beetje sprakeloos. Ik heb hier ooit een documentaire van gezien. En deze zaak bleef mij bij. Mocht je nog ideeën hebben voor zaken die ik in het vervolg moet bespreken, laat het me dan absoluut weten. Ik kijk natuurlijk aankomende zondag weer naar mijn livestream op Onnestream. Het is mijn tweede gamekanaal waarop ik dan live ga. Het linkje staat onder in de beschrijving. Abonneer en om 7 in de avond aankomende zondag ben ik er weer bij. Luister natuurlijk ook even onze moordcast via het linkje onder in de beschrijving. Vergeet deze video geen duim omhoog te doen. En op dit kanaal te abonneren, jongens. Doe het alsjeblieft. De helft van jullie heeft dat nog steeds niet gedaan. Druk op die rode knop en dan zie ik jullie volgende week weer om 4 uur 's middags met weer een nieuw spraakmakend waar gebeurd verhaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.